recherche onderwerpt Noureddine B. aan een verhoor. Dit wordt vastgelegd op video en door een psycholoog geanalyseerd. B. is in 1980 in Beni Touzine in Marokko geboren. Hij is regelmatig met de politie in aanraking geweest en heeft in Gouda een dubieuze naam en faam. Dat je er bereid voor bent om alles te doen dan? Hij vertelt de politie: ja. Ik ben ziek. Ik heb een slecht leven, maar ik heb niemand vermoord. Stemmen, stemmen, stemmen. Ik bedoel stemmen van binnen. Ik ben in de war. Dat Noureddine B. psychisch niet in orde is, staat vast. Volgens zijn behandelaars bij de Fleurie Stichting kan hij bovendien nogal agressief en intimiderend overkomen en moeten met name vrouwen het bij B. ontgelden. Over hem wordt genoteerd: B. claimt vrouwen voor zich. Als een meisje hem afwijst, kan hij volledig door het lint gaan. Hij reageert dan hoogstwaarschijnlijk gewelddadig. Een getuige die Noureddine B. en Marielle allebei kent, komt zelfs met een eigen scenario. De getuige denkt dat Noureddine behoefte had aan seks en dat Marielle toevallig voorbij kwam. De man kan zich voorstellen dat zij elkaar die nacht op de Potterspoort getroffen hebben en dat Marielle toen afwijzend op hem heeft gereageerd. Met alle gevolgen van dien. Noureddine B. is extreem gelovig en vindt daarin enige rust. Ook krijgt hij 2 keer per week injecties om kalm te blijven. Ook op de dag voor de moord krijgt hij zijn noodzakelijke medicijnen. Niettemin vermoedt de recherche dat hij een dag later de Goudse studenten heeft vermoord. Daarvoor krijgt het Potter-team tal van indirecte aanwijzingen. Zo voldoet Noureddine aan het signalement dat getuigen in de nacht van de moord op de plaats delict hebben gezien. Een Marokkaan in een blauw bomberjack en een wollen muts. Tijdens de huiszoeking in B's ouderlijk huis vindt de politie een dergelijke jas. Ook wordt er een wollen muts in beslag genomen. Getuigen verklaren dat B altijd een wollen muts draagt, het hele jaar door. De jas en de muts zijn serieuze aanwijzingen dat Noureddine B. de wegvluchtende Marokkaan kan zijn. Kent u de persoon op deze foto? Ook de bedrijfsleider van de Beursklok, het café waar Marielle werkte, kent hem. De eigenaar heeft B. zelfs meerdere keren de zaak uitgezet. Hij verklaart: die Marokkaan is niet goed bij zijn hoofd. En wat nog veel belangrijker is, volgens de eigenaar kende Marielle B. ook. Hij zou voor het café een keer een liedje hebben staan zingen toen Marielle aan het werk was. Een aantal weken na de moord komt er bij het Potter-team een anonieme tip binnen van een bij de criminele inlichtingeneenheid ingeschreven informant. Hij zegt: in de moskee wordt verteld dat de vader van Noureddine B. heeft gezegd dat hij en zijn vrouw 6 nachten voor de moord op Marielle de Geus zijn opgebleven om op een zoon te passen. Ze waren bang dat hij iets ergs ging doen. De nacht van de moord wist Noureddine weg te glippen en is hij niet thuis geweest. De vader heeft zelf verteld dat zijn zoon de moord heeft gepleegd. Er zijn al met al talloze indirecte aanwijzingen dat Noureddine B. de moordenaar is van Marielle de Geus. Hij heeft bovendien geen waterdicht alibi voor de bewuste zaterdagnacht. Maar het meest overtuigende bewijs vindt justitie in de verklaringen die de verdachte zelf heeft afgelegd tijdens het onderzoek. Daarin bekent hij niet alleen de moord meerdere keren, maar zijn uitlatingen bevatten volgens politie en justitie ook daderwetenschap. Hij praat over zaken die alleen de moordenaar van Marielle kan weten. Volgens het Potter-team zijn er meerdere momenten tijdens het rechercheonderzoek waarin Noureddine B. zichzelf als dader verraadt. Ten eerste verklaart hij spontaan over een baksteen. De rechercheur: hoe heb je dan wel gedaan? Het ging met een baksteen. Ik heb haar op het hoofd geslagen.
Ten tweede begint B over een gebroken kaak, terwijl hij niet kan weten dat met name Marielle's kaak verwondingen vertoonde. Ik heb niet geslagen kaak. Nee, maar ik zie het even voor me. Nee, maar als ik kaak sla, dan gaat hij, dan is hij gebroken. Begrijp je? Ten derde weten alleen de recherche en de dader dat het stoffelijk overschot van Mariella te midden van bloemetjes lag die op het braakliggende potterspoorterrein nauwelijks voorkwamen. Probeer eens te beschrijven voor mij waar die baksteen nu lag. Bij de bloemen. Een ander belastend punt is dat B. na zijn arrestatie en zijn verwarde bekentenis de politie een locatie aanwijst waar hij de verdwenen fiets van Marielle heeft gedumpt. Dit is weliswaar niet de exacte plek bij de vijver, maar redelijk in de buurt. Noureddin B., de psychisch gestoorde Marokkaan die bij nacht en ontijd door Gouda zwerft, die volgens een getuige in de omgeving van de plaats delict is gesignaleerd, die in de baaiers, maar ook bij de politie, de moord meerdere keren heeft bekend en bovendien over daderwetenschap lijkt te beschikken, is in de ogen van politie en justitie de ideale verdachte in deze gruwelijke zaak. Maar in het dossier zijn naast een aantal belastende feiten zeker ook een aantal ontlastende feiten tegen Noureddin B. De vraag rijst dan ook, hoe sterk is de zaak eigenlijk die justitie tegen hem heeft opgebouwd? Was het bijvoorbeeld wel Noureddin B. die ooggetuige Peter D. weg zag fietsen bij de plaats delict? Of heeft hij misschien een heel andere man zien vluchten? Bij nadere bestudering van alle feiten en omstandigheden blijkt dat dat absoluut niet kan worden uitgesloten. Tijdens een verhoor twijfelt getuige Peter D. enigszins aan de kleur van de in beslag genomen jas van Noureddin B. Het zou wel kunnen zijn. Dit hoeft niet de jas te zijn, maar deze jas lijkt er wel erg sterk op. Maar dat is nog niet alles. Tijdens een fotoconfrontatie, die overigens pas meer dan een jaar na de moord plaatsvindt, wijst Peter D. uit 6 foto's van Marokkaanse mannen met stelligheid een foto aan. Maar deze foto is niet die van Noureddin B. Mogelijk heeft Peter D. dus heel iemand anders zien wegvluchten. Bij nader inzien heeft het dus alle schijn van dat men te snel de eerste verklaringen van Peter D. in verband heeft gebracht met Noureddin B. en de moord op Mariella. Bovendien staan tegenover B's vermeende daderwetenschap ook verklaringen van B die aantoonbaar onjuist zijn of zo ongelooflijk dat je aan alles wat de verdachte zegt moet gaan twijfelen. Zo vertelt hij dat hij de broek van het meisje tot halverwege haar dijbenen naar beneden heeft gedaan. Terwijl in werkelijkheid Marielle's broek helemaal uit was getrokken en opvallend netjes was neergelegd te midden van haar andere kledingstukken. Zo vertelt hij ook dat zij een rode onderbroek droeg. Maar het was een antracietkleurige. En tenslotte verklaart B. over de gevonden spermadruppels. Hij heeft zich thuis afgetrokken en zijn sperma in een potje gedaan. Hij heeft zijn sperma toen in haar schaamhaar gesmeerd. Met name deze laatste verklaring lijkt te bizar verwoorden. Er zijn bovendien maar 2 druppels sperma en niet een gesmeerde hoeveelheid uit een potje op Marielle aangetroffen. Maar het ultieme bewijs dat Noureddin B. in ieder geval niet de verkrachter van Marielle de Geus is, komt uit DNA-onderzoek van het NFI. Daar wordt namelijk vastgesteld dat het DNA van de dader, dat is gevonden op haar schaamhaar, op haar schoen en onder haar nagel, niet overeenkomt met het DNA van Noureddin B. Ook al wijst veel in zijn richting en zitten in zijn warrige verklaringen zinnen die als een bekentenis gezien kunnen worden, er is maar 1 conclusie mogelijk. Noureddin B. is niet degene geweest die het seksueel misdrijf heeft gepleegd.
Toch zet het Openbaar Ministerie de vervolging van B. door. Men hangt de theorie aan dat hij mogelijk samen met iemand anders heeft gehandeld. Deze onbekende tweede dader zou dan zijn DNA op het plaatsdelict hebben achtergelaten. Maar dat blijkt uiteindelijk een niet erg aannemelijk scenario, omdat B. bekend staat als een typische Einzelgänger. Bovendien gaat het NFI gezien de gevonden sporen uit van één dader. De veronderstelde medepleger wordt dan ook nooit getraceerd. In 2002 begint desondanks het strafproces tegen Noureddin B. voor de rechtbank in Den Haag. Via het gerechtshof in 2003 eindigt het in 2004 bij de Hoge Raad. Drie keer wordt het Openbaar Ministerie in het ongelijk gesteld. Noureddin B. wordt tot in de hoogste rechtsinstantie vrijgesproken. Politie en justitie zijn maandenlang uitgegaan van de veronderstelling dat Noureddin B. de dader zou moeten zijn, kunnen zijn. Moet je achteraf toch niet vaststellen dat op het verkeerde paard is gewed? Achteraf zou je dat misschien vast kunnen stellen. Maar als ik het even mee terugneem naar het tijdbeeld van toen, dan blijkt dat het onderzoeksteam allerlei feiten en omstandigheden heeft verzameld. Die heeft aangeboden aan het Openbaar Ministerie. Als je dan let op de ernst en de gruwelijkheid van deze zaak, dan kan het Openbaar Ministerie niet anders dan het laten beoordelen door een onafhankelijke rechter. Ja, aan de andere kant was het natuurlijk wel zo dat zijn DNA niet matchte. Dat klopt. En had dat niet het moment moeten zijn dat je zegt, nou ja, hij kan dat niet gedaan hebben? Dat is denk ik een voorbarige conclusie. Er zijn meerdere mogelijkheden om aan daderschap te denken. En die zaken zijn wat dat betreft helemaal uitgelopen in het onderzoek om te kijken of daar sprake was of dat het volledig uitgesloten moest worden. De verdenking tegen hem was volkomen terecht? Ik denk dat op dat moment zeker terecht was. Hij is vrijgesproken. Dat is ook iets waarvan u zegt, nou, daar sta ik achter en ik heb het idee dat er een andere dader gezocht moet worden. De rechtbank en het Hof zijn daar zeer duidelijk in geweest. Ik sluit me aan bij die conclusie. Dus ja, we moeten op zoek naar een andere dader. Hadden jullie bij de eerste vrijspraak dan nog zoiets van, nou, de rechters zien het verkeerd? Of? We hadden niet het gevoel dat op dat moment dan het einde zou moeten zijn. Dat er gewoon nog meer uitgezocht moest worden. En als er dan in hoger beroep eigenlijk een definitieve vrijspraak volgt, wat doet dat dan met jullie? Vooral verdriet dat er geen oplossing is gevonden, dat er geen dader is gevonden en dat er dus nog steeds, dat je nog steeds met dat gevoel zit van we weten het niet. En, wat is er gebeurd? Waarom is het gebeurd? Wie heeft het gedaan? En dat had niks met deze verdachte te maken. Gewoon het feit dat je dus weer terug bij af was. Hè? Want je klampt je vast aan de gedachte dat er een oplossing moet zijn. Dat degene die dat gedaan heeft gepakt moet worden. Ja, absoluut. Ja. Zo iemand hoort niet los rond te lopen. Dat kan niet. Is na de vrijspraak weer helemaal terug bij af. Het spoor dat vanaf dag 1 op basis van de verklaring van Peter D. is gevolgd, is nu doodgelopen. Maar men heeft niet alleen in deze ene richting gerechercheerd. Het onderzoek heeft zich als een olievlek over het uitgebreide privéleven van Mariella verspreid. Omdat er rekening mee wordt gehouden dat de dader een bekende van Mariella is. Mogelijk iemand buiten Gouda. En dat leidt tot nieuwe sporen, ontelbare verhoren en tot meer dan 400 DNA-testen. Volleybalvereniging Jordan Boys was Marielle's lust en haar leven. Ze heeft daar haar grote jeugdliefde leren kennen, ene G. Maar een half jaar voor haar dood heeft Marielle haar relatie met hem, na 4 jaar, en tot zijn frustratie verbroken. Na de moord duikte dan ook een hardnekkig gerucht op over deze G. Hij heeft Mariella, toen het uitging tussen hen, een nare brief gestuurd. Een vriendin verklaart: Mariella liet mij de brief lezen. Er stond:
Ik wil je nooit meer zien. Ik zou willen dat je dood was. Ken jij deze brief? Ja. Ik... Reden voor de recherche om G te horen en hem te confronteren met de verdachte brief. Ik heb hier een brief. Hij kan zich nog goed herinneren dat hij hem heeft geschreven. Maar het was zeker geen dreigbrief, zegt hij. G verklaart erover. Ik was heel erg kapot. Het kan zijn dat ik zoiets heb geschreven als... Het voelt alsof het dood is. Ik heb zeker niet geschreven dat ik haar dood wilde. Wanneer heb jij hem precies geschreven? Tijdens zijn eerste verhoor op 8 november... zegt G dat hij graag vrijwillig meewerkt aan een DNA-onderzoek. Hij staat wangslijm af en de uitkomst is helder. Er is geen match met het daderspoor op de plaats delict. Ook G heeft Mariella dus niet vermoord. En dan is er Utrecht. Mariella studeerde sinds 1999 natuurwetenschap en innovatiemanagement aan de universiteit. Mariella bleef echter haar privéleven in het 45 kilometer verderop gelegen Gouda leiden. Op één uitzondering na. In het onderzoek stuit de recherche op de Utrechtse student E. Hij heeft Mariella in de weken voor de moord een paar keer ontmoet. Ze hebben gezoend en hebben ook een keer de nacht met elkaar doorgebracht. Hij heeft haar enkele sms'jes gestuurd... waarin hij, volgens een getuige, zou hebben gezegd dat hij van haar hield. Maar dat gevoel was niet wederzijds. Een huisgenote van Mariella verklaart... Mariella vond het moeilijk om de jongen te vertellen... dat zij geen relatie met hem wilde. Zij zag hier erg tegenop. E staat vrijwillig wangslijm af... en opnieuw is de uitkomst volkomen duidelijk. Geen match. Ook E heeft Mariella dus niet vermoord. Terug naar Gouda. Terug naar de laatste uren van Mariella... die bij toeval fotografisch werden vastgelegd. De laatste foto wordt gemaakt om 16:55. Waarschijnlijk een klein half uurtje later, maximaal 3 kwartier... is ze volgens de recherche al dood. Wat is er in dat uur gebeurd? Is Mariella wellicht gevolgd door een bezoeker van So What... die een oogje op haar had? Zo vraagt de recherche zich af. De recherche achterhaalt de identiteit van een groot aantal SOS-bezoekers... waaronder 3 leeftijdsgenoten van Mariella... die het laatste uur in de SOS contact met haar hebben gehad... en vlak voor haar vertrekken. Rond 16:45 neemt het drietal afscheid van Mariella... en fietsen ze naar het huis van een van hen aan de Hoge Gouwe. Dat is vlakbij de sociëteit So What. Deze kamer ligt op steenworp afstand van de Potterspoort. De jongens eten en drinken er nog wat, zeggen ze, tot 17:30. Daarna fietsen 2 van hen samen weg naar hun eigen huizen. Dat betekent dat de 3 jongens precies in de periode dat Mariella wordt vermoord... bijna letterlijk om de hoek zaten. Maar net als bij Mariella's ex-vriend G en de Utrechtse student E... maakt DNA-onderzoek ook aan dit mogelijke daderscenario een eind. Het drietal staat wangslijm af... en alle 3 worden ze door de test volledig vrijgepleit. Eetcafé De Beursklok is een 4e richting waarin de recherche onderzoek pleegt. Vier maanden na de moord meldt een huisgenote van Mariella zich onverwachts bij de recherche... omdat ze ergens over loopt te piekeren. Ze wil een verhaal kwijt dat haar belangrijk lijkt voor het onderzoek. Mariella vertelde mij op woensdag 31 oktober 2001... dat ze wilde stoppen met werken in de Beursklok. Ze werd volgens mij seksueel geïntimideerd. Dat is dus 3 dagen voor de moord. Volgens haar huisgenote heeft Mariella haar verteld... dat de mannelijke collega's seksuele toespelingen hadden gemaakt. De recherche neemt van alle personeelsleden van de Beursklok een verhoor en DNA af. Maar ook die bekenden van Mariella kunnen uiteindelijk allemaal worden uitgesloten.
Ook hun DNA komt niet overeen met de op Mariella aangetroffen sporen. Ten slotte maakte Mariella deel uit van een bijzondere vriendengroep die de Trentgroep wordt genoemd. De groep gaat vaak uit met elkaar. Ze houden van technomuziek en zouden volgens getuigen ook zo af en toe wel eens drugs gebruiken. Het anti-kraakpand van Mariella, hier achter mij aan de Kattensingel in Gouda, wordt in 2001 een van de geliefde ontmoetingsplaatsen voor de jongeren. Net als in haar andere leefomgevingen moet ook binnen deze opvallende vriendengroep, waar ook jongeren van buiten Gouda op afkomen, naar de onbekende moordenaar van Mariella worden gezocht. Want niets is uitgesloten. Uit onderzoek blijkt dat 5 jongens van de Trentgroep in de nacht van de moord niet in Gouda zijn, maar in Den Haag bij een technofeest. Hoe laat ze precies terugkeren wordt niet duidelijk uit de deels vage, vergeetachtige verklaringen, maar vermoedelijk zijn 4 van de 5 jongens rond het tijdstip van de moord alweer in Gouda terug. 3 van hen hebben volgens de recherche echter een goed alibi, dankzij hun metgezellen. En de 4e jongen ondergaat vrijwillig een DNA-test die, net als bij de andere DNA-onderzoeken, negatief is. Hoewel de politie weinig aanknopingspunten meer heeft, heeft het team nog wel de hoop dat de zaak ooit wordt opgelost. Doordat de moordenaar zijn DNA op 3 verschillende plaatsen achter heeft gelaten, heeft de recherche een belangrijk spoor in handen dat vroeg of laat tot de dader moet leiden. Maar een garantie voor de oplossing is het helaas niet. Houdt u er rekening mee dat de dader een bekende is van Mariella, of zou het ook een vreemdeling kunnen zijn die bijvoorbeeld direct na het plegen van de moord op de trein is gestapt? Het station is namelijk dichtbij. Ja, we sluiten zeker niet uit dat het een bekende van Mariella is geweest. We hebben in die omgeving zeer uitgebreid onderzoek gedaan, zoals u net zelf aangaf. We houden echt rekening mee dat het een bekende is, of dat het een bekende in Gouda is. Maar zoals ik eerder al zei, we mogen niet uitsluiten. Dus ook die laatste mogelijkheid dat het onbekende is, die 's morgens vroeg weer vertrokken is uit Gouda. Of met een auto, of met de trein van het bij het station. We mogen niet uitsluiten. Er is DNA van de dader onder de nagels van Mariella gevonden. Dat betekent dat hij gewond moet zijn geraakt. Dat moet toch mensen zijn opgevallen? Dat zou je inderdaad verwachten. Het kan bijna niet anders dat Mariella zich verzet heeft tegen haar aanvallen. En hij moet daarbij krapsporen hebben opgelopen. Dus ergens op zijn lichaam, of het gezicht of arm is, moet hij krapsporen hebben. En we zijn dan ook zeer geïnteresseerd als iemand zich nog kan herinneren dat in die tijdspannen mensen met krapsporen liepen. Dan zouden we daar graag van op de hoogte gesteld worden. Heeft u na 3,5 jaar nog nieuwe onderzoeksvragen? Ja, meneer De Vries, die hebben we inderdaad. In zijn algemeenheid zouden we graag in contact komen met mensen die iets kunnen vertellen over dit misdrijf en die wij nog niet gesproken hebben. Of getuigen die wij al wel gesproken hebben, maar die nog aanvullingen hebben op hun eerder afgelegde verklaringen. Heeft u nog wel hoop en vertrouwen dat de zaak wordt opgelost na 3,5 jaar? Ik ben een optimistisch mens en ik ben er bijna van overtuigd dat we vroeg of laat deze zaak gaan oplossen. En wie weet dat we met behulp van uw kijkers wel op korte termijn deze zaak zouden oplossen. Het zou in ieder geval de politie en het Openbaar Ministerie veel waard zijn als dat ging gebeuren. Wat wordt de sleutel tot de oplossing van het gruwelijke misdrijf waarvan Mariella de Geus op 4 november 2001 tussen 5 uur en 5:30 het slachtoffer werd? Veel hoop is er, mede dankzij deze uitzending, gevestigd op nieuwe getuigen. Wie heeft er die zaterdagnacht na 4:15 op of rond de Potterspoort iets gezien of gehoord dat misschien altijd onbelangrijk leek, maar o zo belangrijk kan blijken te zijn? Daarbij vraagt de politie speciale aandacht voor de onbekende man die rond 5 uur op de plaats delict werd gezien door de vrouw die haar hond uitliet. Dat is dus vlak voor de moord. En dan is er natuurlijk nog het mysterie rond Mariella's fiets, die pas een maand na de moord werd teruggevonden in deze vijver, kilometers verwijderd van de plaats delict. Wie weet er meer van deze fiets? Voor de tip die tot de oplossing leidt, heeft justitie nog altijd een beloning van ruim 11.000 euro klaar liggen.
Mariella de Geus. Het laatste woord is aan haar ouders. Want het is hun verdriet dat vanavond centraal staat. Hun wens om alsnog duidelijkheid te krijgen over het hoe, het waarom en vooral over de vraag wie hun dochter Mariella heeft vermoord. Altijd brandt er in hun huis een kaarsje voor Mariella. Iedere morgen begint een dag met een bezoek aan het graf van Mariella. En iedere zaterdagavond gaan ze naar de Potterspoort, naar het herdenkingsmonument, naar de plaats delict, waar een onbekende een einde maakt aan het leven van hun zo geliefde dochter en aan hun eigen levensgeluk. Afgelopen week ging Peter met hen mee. Voor ons is het belangrijk om te zorgen door die plek, door de lichtjes en de bloemen, dat het niet vergeten wordt. We doen dat speciaal op zaterdagavond, omdat dat de uitgaansavond is. Dus we willen er eigenlijk ook een signaal mee afgeven dat iedereen die er langskomt beseft wat er gebeurd is en wat er kan gebeuren. En ja, ik heb ook steeds meer het gevoel dat het een vorm van een stil protest is van ons tegen wat er gebeurd is. Een belangrijk ritueel eigenlijk. Ja, het is een heel belangrijk ritueel. Ja. Maar het moet tegelijkertijd toch heel veel pijn doen om hier op deze plek te zijn. Te weten wat hier min of meer is gebeurd. Ja, maar goed, hier heeft ze gelegen. Dus ja. Dat is zo moeilijk. Hoe belangrijk is het nou voor jullie dat de zaak wordt opgelost? Wat... Kun je dat onder woorden brengen? Ja, we hopen dat dat toch wat rust kan brengen. En het is voor ons ook heel belangrijk dat zoiets niet ongestraft mag gebeuren. Dat iemand niet mag rondlopen die dit gedaan heeft. En ja, misschien dan nog wel een keer doet. En ook ja, iemand die dit mijn kind aangedaan heeft. Ja. Als je eraan denkt wat ze hier doorgemaakt moet hebben, nou, dat is zoiets vreselijks. Ja, het is echt van groot belang dat deze moord wordt opgelost. Ik heb u al aan het begin van deze reportage verteld dat we mede daarom onze toevlucht hebben genomen tot een bijzonder middel om dit te bereiken. Om ervoor te zorgen dat met name alle inwoners van Gouda de uitzending zouden zien, heb ik een brief aan hen geschreven met informatie over deze zaak. En dat onder het motto: u heeft nooit een alibi om te zwijgen. Kijk, spreek en help. Deze brief is in een oplage van ruim 26.000 exemplaren gedrukt. En u ziet hier de beelden van de totstandkoming. En is vervolgens door de energieke inzet van TPG Post in Gouda gisteren bij alle huishoudens in de stad bezorgd. Met de oproep de uitzending te volgen om kennis te nemen van alle feiten en omstandigheden. Dit uiteraard in de hoop dat iemand op die gegevens zal aanslaan. Het is goed mogelijk dat iemand dingen heeft gezien, gehoord of gemerkt, maar deze tot dusver nooit heeft geassocieerd met de moord op Mariella de Geus. Dat is in andere moordzaken al dikwijls gebleken dat het zo werkt. Het is overigens nooit eerder gebeurd dat een televisieprogramma een complete stad aanschrijft. Maar om deze moord op te lossen is geen moeite ons te veel. En ik heb behoorlijke verwachtingen dat het aantal tips hierdoor zal toenemen en daarmee dus de kans op een oplossing. Als u iets weet over de moord, maar bijvoorbeeld ook over het doen en laten van Mariella, die bewuste fatale novembernacht in 2001... of als u andere dingen weet of zijn opgevallen die verband houden met dit misdrijf, neemt u dan alstublieft contact op met de recherche van Hollands Midden. Een speciaal team zit nu klaar om uw tips te noteren. Het telefoonnummer is 071 54 59 500. Ik herhaal nog een keer: 071 54 59 500. De recherchechef zei het al. De dader is zeer waarschijnlijk gewond geraakt bij het plegen van zijn misdrijf. Mariella heeft hem gekrapt. Het kan dus niet anders of dit is mensen later opgevallen, waarbij de moordenaar waarschijnlijk een smoes heeft verzonnen om dit te verklaren. En er zal in Gouda toch ook wel iemand zijn die iets weet over de gazellenfiets van Mariella, die direct na de moord was verdwenen?
Misschien heeft u nooit gereageerd omdat u dacht dat de moord met de arrestatie van Noureddin B. was opgelost. Maar dat is dus niet zo. Uw informatie is wel degelijk broodnodig. Dus als u iets denkt te weten, aarzel dan niet. U mag uiteraard ook ons benaderen via onze website www.peterrdevries.nl. Daar kunt u ook alles over deze zaak nog eens teruglezen. Tot zover de zaak van Mariella de Geus. Dan kom ik tot slot nog even terug op onze uitzending van vorige week over de moord op kroegbaas Fokko Werkman uit het Friese Houle, die op 12 oktober 2003 in de woning achter zijn dorpscafé met een parasolstok werd doodgeslagen. De uitzending heeft een aantal interessante tips opgeleverd, waarmee de recherche weer volop aan de slag is. Hopelijk geldt dat volgende week ook voor de moord op Mariella de Geus. Nou, tot zover onze uitzending van vanavond. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. Zorg dat u klaar zit en houd ondertussen uw hoofd koel. Hou je hoofd koel, weet alles wat je doet. Hou je hoofd koel, jou en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en fuck de rest. Hou je hoofd koel, met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, jou en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress.